Hallo mijn lieve YouTubers, hier ben ik weer en ik ga vandaag voor jullie 10 tips geven om weer gelukkig te worden in de liefde als je single bent. Nou, hier komt nummer 1. 1. Heb vertrouwen en weet dat de ware bestaat en dat het voor je is weggelegd. Nou, ik spreek natuurlijk enorm veel mensen. Ik kom zelf uit een zigeunerfamilie, nomadenfamilie. En vroeger was het normaal dat je als maagd het huwelijk inging. Althans in onze cultuur was dat heel gebruikelijk. Nou, mijn moeder heeft altijd gezegd van joh, maak niet dezelfde dingen mee die ik heb meegemaakt. Scheiding, drama, al die toestanden. Ik wist niks, ik wist helemaal niet hoe een relatie in elkaar zat, zei mijn moeder. En ik weet niet eens hoe het hoort. Nou is er ook geen formule voor hoe het moet in een relatie. Maar in ieder geval heeft ze altijd gezegd van ontdek, leer mensen kennen. Dan weet je ook echt pas wat bij je past. Want vooral als je zo jong bent, je bent in ontwikkelingsfase, je hebt heel veel interesses. Het kan soms zijn dat je uit elkaar groeit of juist dichter bij elkaar komt. Dan, het tweede is natuurlijk altijd mooi. Maar dat weet je pas op wat latere leeftijd. Nou, en voor iedereen is dat ook heel erg verschillend. Want als je je tweelingziel tegenkomt, dan weet je dat, dan voel je dat. En of je dan 14 bent, of 20 bent, of 50 bent, dat maakt niks uit. Je weet dat je bij elkaar past en dan zul je ook altijd met elkaar meegroeien. Maar goed, wat ik daar dus mee wil zeggen is, heb vertrouwen dat hij bestaat in alle tijd. Ik heb de hele wereld rondgereisd, ben overal geweest, ik heb heel veel mensen ontmoet. Heb ik altijd geweten, ik voel wanneer ik de ware tegenkom. En ik weet dan ook zeker dat het bij me past. Nou, wat is er nou gebeurd? Ik kom in Nederland, en want jaren in het buitenland gewoond. En wij staan, althans wij, ik, mijn moeder en mijn zus, staan op de Beverwijkse Bazaar. Daar voorspellen wij de toekomst in een antieke woonwagen. En tegenover ons is een kroegje, Mokum heet dat. Nou, ik liep daar naar binnen en ik hou daar eigenlijk niet zo graag van om daar altijd heen te gaan. Dus dacht ik, nou oké, mijn moeder zei, ja, gezellig, kom toch eventjes langs. Nou, ik zeg, oké, nou ik ga erheen. En wie zie ik daar? Een hele leuke meneer. En dat was eigenlijk zo snel een klik. We hadden nog niet eens met elkaar gesproken, elkaar nog niet eens durven aankijken. We waren allebei een beetje verlegen aan het doen. En ik wist, oké, volgende week zie ik hem weer. En die had ik hem nog nooit eerder gezien. Nou, dus, en ja hoor, daar kwam die aan. Nou, dus, na 2 weken waren we verloofd. We hebben zeg maar een week voor Valentijn hebben we verkering gekregen. We hebben ook alles met een 9 op een of andere manier. Dat was 9 februari was dat. En 14 februari kregen we verkering. En een week later heeft hij met een huwelijk gevraagd. En nu zijn we alweer 9 jaar samen. Gelukkig getrouwd. We hebben een hartstikke leuk zoontje. En het is liefde op eerste gezicht. En dat is wat ik wil zeggen is, weet dat hij er is. Wat voor ervaringen je ook hebt meegemaakt. Of je nou slechte ervaringen hebt meegemaakt. Goede ervaringen hebt meegemaakt. Veel ex hebt gehad. Of juist weinig ex hebt gehad. Maakt niet uit. Weet dat die bestaat. Ja? En als je weet dat die bestaat, dan stel je er ook voor open. Het kan ook soms zijn dat je denkt, nou, ik wil helemaal nooit meer beginnen aan een partner. Of ik ben er helemaal klaar mee. Ik ben klaar met vrouwen. Ik ben klaar met mannen. Ja, als je een man bent. Nou, weet je, als je er niet voor open staat en hij komt er echt voor je neus te staan en je wilt het dan toch niet, dan is het niet meant to be. Dan stel je er niet voor open. Maar als je toch wilt dat je liefde in je leven hebt, dan laat je het toe. En gun jezelf namelijk ook gelukkig te zijn. Gun jezelf dat geluk. Want het is ook voor jou weggelegd. Het is voor iedereen weggelegd. Alleen we moeten ons er wel voor openstellen. Nou, dat is wat ik bedoel. Heb vertrouwen en weet dat die bestaat. Nou, nummer 2. Laat slechte ervaringen los. Nou, dat is eigenlijk wat ik net ook al een beetje aangaf. Als je heel veel toestanden hebt meegemaakt in het verleden en negatieve ervaringen hebt gehad in de liefde, dan kan je soms wel eens erin blijven hangen en blijven ratelen en blijven ratelen. Dat je eigenlijk niet meer ziet wat er om je heen gebeurt. Dat je je niet meer openstelt voor de nieuwe liefde. En doordat je het is eigenlijk zonde dat jouw ervaringen jou belemmeren voor het geluk in de toekomst. Probeer het los te laten. Dat is heel makkelijk gezegd, maar hoe laat je nou los? Is door dat
Door actie te ondernemen, door dingen te doen, door op de liefde uit te gaan, door je weer open te stellen voor een nieuwe liefde. En blijf niet slechte ervaringen constant oprakelen, want daar wordt de nieuwe liefde niet goed van, daar word je zelf niet goed van en je doet jezelf alleen maar heel veel pijn ermee. Dus niet meer doen. 3. Stel je open en ga erop uit. Nou, dat is wat ik net ook alweer zei. Ik heb al heel veel verteld. Maar als je dus een nieuwe liefde wilt, en dat is ook je doel in je leven. Je denkt, nou, ik wil heel graag een partner. Ik wil graag gelukkig zijn. Ik wil trouwen. Ik wil kinderen. Maakt niet uit. Of gewoon samen door het leven. Of een latrelatie. Het maakt niet uit hoe je het wilt. Maar je wilt liefde in je leven. Wat ik heel vaak hoor is, ja, maar nee, dat is niet voor me weggelegd hoor. Of ik zeg, waarom ga je niet gewoon daten? Oh nee, dat durf ik niet. Maar hallo, als dat je doel is, wat maakt het dan uit? Doe het gewoon. Avontuur. Ga erop uit. Ga daten. Of dat nou via internet is of niet. Kom weer in die flow. Dat je je aantrekkelijk voelt. Dat je je weer in trek voelt. Dat je weer zin hebt om nieuwe mensen te leren kennen. Weet je? En het hoeft niet altijd gelijk relatiemateriaal te zijn, hè, wat je leert kennen. Ja, het kan ook een hele leuke vriendschap zijn. Of het kan een leuke partner zijn waar je gewoon, of een leuke vriendschap zijn waar je leuke dingen mee kan doen. Of met de een ga je misschien naar de bioscoop. Met de ander ga je leuk uit eten. Met de ander ga je dansen. Met de ene kan je misschien heel goed praten. Weet je, die ware, die zit er echt wel ergens tussen. Of dat nou, of je nou in die tussentijd 10 andere leuke mensen hebt waar je leuke dingen mee doet. Totdat je die ware leert kennen. Dat maakt niks uit, want de weg ernaartoe is net zo belangrijk als het doel. Als je maar openstelt en als je maar weer in die flow komt van liefde. Want daar voel je je happy door, daar word je weer happy van. En dat is ook wat ik zeg, ga erop uit of dat nou online is, hè, of je naar dating sites afgaat. Of dat je nou, ik wil, hoe zeg je dat ook alweer, speed daten gaat. Of dat je nou leuk uitgaat, of misschien ga je naar een leuke hobby of een leuke club waar je bij aansluit. Of ga je misschien een leuke cursus volgen waar andere leuke mensen zijn. Waardoor je ook in contact komt. En ja, weet je, de ware kun je ook tegenkomen in de supermarkt. Kan overal, op elke hoek. Als je maar om je heen blijft kijken. En als je er maar voor open blijft staan. En vaak is het ook, weet je, als je het loslaat, dan komt die of dan staat diegene of zij voor je neus. En ja. Dat is natuurlijk ook wel weer wel iets, maar dan laat je het vaak los. Maar je staat er wel voor open. Nou, en dat is eigenlijk waar het om draait. Even kijken, 4. Angst. Nou, angst, ja, dat is iets, dat is een hele grote vijand. Heb ik al in eerdere filmpjes aangegeven. Bijvoorbeeld angst in nieuwe mensen te leren kennen. Nou, dat hoor ik ook heel vaak. Maar ik heb angst om weer een nieuwe relatie in te moeten gaan. Of weer overnieuw te moeten beginnen. Of kan ik wel zomaar met iemand samen gaan wonen? Of kan ik wel zomaar gaan trouwen? Wat als mij iets gebeurt? Of wat als iemand afhankelijk van me wordt? Of me bedriegt? Of me besteelt? Nou, je hebt zoveel angsten die mensen hebben als ze een relatie ingaan. En weet je, het is sowieso belangrijk om niet naïef te zijn. Weet je, je moet niet altijd alles klakkeloos aannemen of geloven of je hele leven geven. Nee, je moet altijd jezelf blijven. Dat is heel belangrijk, jezelf bij jezelf blijven. En liefde is wederzijds. Dat is iets wat gewoon heel belangrijk is. En weet je, als jij nooit iets durft of als jij geen nieuwe relaties meer aandurft te gaan, dan weer hou jij jezelf van het gelukkig worden. En weet je, je hebt eigenlijk niets te verliezen. Je kan alleen maar winnen. Maar het is wel heel belangrijk dat je niet naïef bent. Wat ik al zeg, dat je als je alles weggeeft of alles doet en je krijgt er niks voor terug, ja, dan moet je toch een beetje bij jezelf na gaan denken van, gaat dit allemaal wel oké? Gaat dit wel goed? En ja, dat stukje bedriegen, ja, weet je wat het is? Dat is al iets wat eeuwen is. Ja, mensen dat ze vreemd gaan of weet ik veel wat. Ik denk sowieso, of ik weet sowieso, echte liefde, daar ga je niet vreemd. Daar heb je ook geen behoefte aan. Dan zit je niet eens aan iemand anders te denken. Maar het kan wel eens zijn dat je in een sleur terechtkomt. Ja, of dat je je gaat vervelen of dat je niet met elkaar meegroeit. Maar
Dat is iets voor in een later stadium, misschien een ander filmpje wat over relaties gaat. Daar zal ik ook nog heel veel tips over geven. Maar weet je, vreemdgaan kan op elke hoek. Echt. Mensen kunnen op elke hoek vreemdgaan. Als je daar alleen maar zorgen over moet maken, dan kan je nooit gelukkig worden. Het is heel belangrijk dat je dus weer van jezelf gaat houden, wat ik in eerdere filmpjes al heb aangegeven. En dat je dus leert, weet je, zeg altijd tegen jezelf, ik heb geen concurrentie. Ik ben de leukste, ik ben de beste, ik ben de geweldigste. Weet dat van jezelf. Ja? Weet van jezelf dat je de leukste bent en dat er geen concurrentie is. En wedden dat die persoon geen behoefte heeft om naar iemand anders te gaan. Nee, echt niet. Maar wel met elkaar mee blijven groeien. Maar dan nog, als je angst hebt, kom je er niet. Dus gewoon doen. 5. Liefde is wederzijds. Nou, even kijken. Ga niet voor iemand die niet van jou houdt. Nou, dat krijg ik heel vaak in mijn werk. Vrouwen en mannen die maar iemand proberen te krijgen die ja, dat eigenlijk gewoon niet wederzijds is, weet je. Die persoon geeft weinig aandacht terug of speelt een spelletje of krijgen maar één keer in de zoveel tijd een appie of een belletje. Of je komt diegene weer eens een keer in de zoveel tijd tegen en dan hoop je maar dat het iets wordt en je hoopt maar dat je... Dat je een relatie met diegene krijgt, weet je. Dat schiet niks op. Het is zonde van je tijd. En liefde is gewoon wederzijds. Dan voel je ook gewoon die klik. Dan ga je er ook voor. Speel geen spelletjes. Het is echt ook zo zonde van je tijd. Zoveel mannen die van die spelletjes houden. En vrouwen ook hoor. Maar het is gewoon vermoeiend voor jezelf. En waarom spelletjes? Is vaak gewoon een ego ding. Want je wilt je ego opkrikken. Kijken of diegene nog aan me denkt. Of kijken of ik nog wat terugkrijg. En dat zie je ook heel vaak, hè. Dan heb je iemand misschien een aantal jaren geleden veel contact mee gehad. En dan ineens na een paar jaar krijg je zomaar ineens weer berichtjes of belletjes. En dan denk je, huh? En dan wil je ermee afspreken of mee gaan verder appen. Nou, dat krijg ik heel vaak in mijn werk, krijg ik dat te horen. En dan hoor je ineens niets meer of dan willen ze niet meer verder. Het is alleen maar om te kijken of er nog ergens interesse is. Of er ja, ego-dingetje een beetje opgekrikt wordt. Nou, zonde van je tijd. Dus doe niet je tijd verdoen aan mensen of aan mannen of vrouwen die jou niet wederzijds het gevoel geeft dat jij uniek voor ze bent. Of dat jij leuk voor ze bent. Of dat je er iets mee verder kan. Je krijgt er alleen maar problemen door. En je krijgt er slechte ervaringen voor jezelf van. Dus niet doen. 6. Balans. Nou, dat is ook iets waar ik heel graag met jullie over wil hebben. Want balans is echt heel belangrijk. Ook in een relatie. Maar ook, weet je. Kijk. Als je hetero bent dan, en je bent een vrouw of je bent een man, weet je, wees dan ook gewoon een man. En dat houdt in, als je een man bent, weet je, die balans. Het is al iets uit de steentijd. Ja? De mannen gingen jagen en de vrouwen die waren er voor het gezin. Nou, tegenwoordig is er gewoon geen balans meer. Dus, weet je, de man gedraagt zich als een vrouw en de vrouw gedraagt zich als een man. Het is helemaal door de war geworden. En of je nou een homostel bent of een lesbisch stel, ook daar zie je altijd balans. Hè? In de meeste gevallen waar de relaties goed gaan, die ik bij mij krijg, zie je balans. Er is altijd één van de twee, het vrouwtje of het mannetje. En in de hetero's ook, daar hoor je dus een vrouw en een man te hebben. En aangezien de mannen zich... niet meer zo heel graag willen jagen, maar opgejaagd willen worden. Weet je? Dat die balans is weg. Die vrouwen voelen hun de man. En eigenlijk voelen ze zich ook geen vrouw meer. Doordat ze moeten jagen. En dat raakt helemaal door de war. Weet je? Je had eerst gewoon de mannen die dan achter die vrouw aan zaten. En die vrouw die dan... Dat zie je ook in de dierenwereld. Weet je? Daar zie je niet andersom op elkaar jagen. Dat is gewoon helemaal door de war. En ik voel gewoon ook bij mijn cliënten dat waar de relaties in stuk gaan of waar de balans er niet meer is, is heel moeilijk. Of de een wordt jaloers of de ander die wordt egoïstischer. Een man wil zich toch graag trots voelen. Die wil zich trots voelen, die wil toch een beetje het beschermende geven aan dat hij voor het gezin staat. Ja, over het algemeen, hè.
Er zijn altijd uitzonderingen. Maar over het algemeen zijn mannen zo. Als ik naar mijn eigen man kijk, is dat een man die toch een beetje dat ouderwetse heeft. Die graag voor zijn vrouw wil zorgen. Die zijn vrouw wil verwennen. Die wil dat, weet je, dat het gezin gewoon veilig is. En ik daarin, ik ben dat, er is balans. En ook dat flirten of wat met de liefde te maken heeft, heeft ook met balans te maken. En ik zie gewoon dat dat bij heel veel beginnende stelletjes, of die proberen een stelletje te zijn, vaak niet werkt. En dat is dus iets wat je voor jezelf moet voelen. Ja. Voel je vrouw, als je een vrouw bent dan in ieder geval. En weet je, het is ook fijn om je verwend te voelen. Heel veel vrouwen zijn dat niet gewend. Dat een man de deur voor hen open houdt, dat zijn heel veel vrouwen niet gewend. Dat vinden ze raar. Oh nee, daar voel ik me niet mezelf. Of ik weet het niet hoor, maar je bent vrouw. Dat is heel fijn. En een man vindt dat heerlijk dat hij dat kan doen. Want kijk, dit is mijn mooie vrouw. En die wil ik graag op handen dragen. En dat ziet er gewoon heel raar uit als een vrouw dat voor een man doet. Dat ziet er gewoon heel gek uit. Dat hoort eigenlijk gewoon niet. Maar ja, wat hoort tegenwoordig nog? Maar dat is mijn tip. 7. Respect voor jezelf. Nou, dat heeft het ook dus. Hè? Laat je niet raar behandelen of respectloos behandelen. Laat je niet behandelen alsof je een of andere voetveeg bent. Al helemaal niet in een relatie. Als jij zo graag een relatie wil, ga niet een relatie met zomaar iemand aan, weet je, omdat je zo graag een relatie wilt. Heb respect voor jezelf. Dus, tip nummer 7. 8. Wees jezelf. Nou, zie ik ook heel vaak om me heen. Vrouwen die, of mannen ook, die gewoon niet zichzelf zijn. Vaak zie je dat ook bij beginnende relaties. De man die zich helemaal uitslooft, zich eigenlijk anders voordoet om er in het straatje te vallen bij haar en bij de familie. En na 6 maanden dan ineens verandert die man. En dan denkt die vrouw, maar zo was je in het begin niet. En zo deed jij in het begin niet. En waarom deed je dat in het begin anders? En waarom kon je het toen wel en nu niet? Weet je, dan komt de aap uit de mouw. En bij vrouwen hetzelfde, die voelen zich anders, die weten ook niet hoe ze zich moeten gedragen als ze iemand heel erg leuk vinden. Wees gewoon jezelf, want jij zoals je bent, ben je leuk. En juist doordat je je anders wilt gaan voordoen, weet je, of je valt door de mand, of je gedraagt je heel raar. Er komen altijd blunders, echt waar. Altijd blunders als je anders voordoet dan dat je bent. En het is zonde als ze achteraf gaan zeggen, ja, maar je was toen helemaal niet zo. Je was anders in het begin, weet je. Ja, weet je, moet je alles weer gaan omdraaien en het is moeilijk als je niet jezelf bent en uiteindelijk toch diegene moet zijn die in het begin was. Nou, het is moeilijk vol te houden als je het eigenlijk niet bent. Dus weet je, als je helemaal niet van lezen houdt en je blijft maar zeggen, ik hou zo van lezen omdat die vrouw of die man zo van lezen houdt. Ja, en dan moet je een boek gaan lezen als je niet eens trekt om te gaan lezen, zeg maar. Dus nee, niet doen. Even kijken, 9. Lach zoveel als je kan. Lachen is een schoonheid, lachen is een parel. Mensen die lachen hebben positieve energie om zich heen. Mensen die lachen, daar wil je graag bij in de buurt zijn, want die zijn positief, die zijn vrolijk. Mannen en vrouwen die lachen, hè, als je een mooi gebit hebt natuurlijk, maar dat is een schoonheid. En als je een man voor je hebt die altijd mooi lacht en die een leuke lach heeft, weet je, ja, dat trekt gewoon, weet je. De grootste idolen ter wereld, hè, die een mooie lach hebben, kijk naar Marilyn Monroe of kijk naar Elvis Presley of kijk naar Justin Bieber, weet ik veel wat tegenwoordig allemaal in is. Die leuke lach hebben, die guitig zijn, goed eruit zien, die trekken gewoon heel veel aandacht. En dus lachen is heel belangrijk. Als je een leuke date hebt, lach zoveel als je kan. 10. Stop met appen, maar maak tijd voor elkaar. Nou, hoe vaak ik dat wel niet hoor. Echt, zoveel mensen die elkaar leren kennen, die alleen maar appen, 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 appen en nog eens appen. Ze spreken niet eens met elkaar af, ze bellen elkaar niet. Voor hetzelfde geld kan er, weet ik veel, iemand achter die app zitten waarvan jij denkt, nou, dat is nog steeds diezelfde persoon, maar er zit gewoon iemand anders te appen. Ondertussen kunnen ze wel met 10 andere appen, weet je. Appen, appen, appen. Stop met dat geapp.
Zorg ervoor dat je elkaar belt en dat je elkaar gewoon in levende lijf ziet. Dat je elkaar kan horen. Want dat is wel echt iets wat heel belangrijk is. En maak gewoon tijd voor elkaar om elkaar te leren kennen. En ga er gewoon voor als het goed voelt. Heel belangrijk om op je gevoel te vertrouwen. Stel je open. En have fun. Live. Leef. Geniet van de liefde om je heen. En je bent er altijd zelf bij. Niemand die jou kan, kan bedriegen. Of financieel. Er zijn ook vaak mensen bang voor dat ze financieel uitgebuit worden. Of misschien iemand profijt trekt. Weet je? Ben je zelf bij. Als jij een hele leuke persoon ziet. Of als dat een man is. Weet je? Laat je dan ook verwennen. En... het is ook leuk als jij diegene een leuke doodje terug kan geven. Wees jezelf. Hè? En ja, geef niet natuurlijk direct je bankrekening of weet ik veel wat. Weet je, tenzij je voelt dat het gewoon goed zit en dat je een goed gevoel hebt. Maar ga niet met twijfel oversteken. En ja, dat is gewoon wat ik meegeef. Wees niet naïef, maar vertrouw op je hart. Vertrouw op je gevoel. En ga niet achter mensen aan die jou niet, die jou niet zien zitten. Dus... nou. Praat niet over je exen. Dat is ook iets wat ik heel vaak om me heen zie en hoor. Dan spreken ze met elkaar af, heb je een eerste date. Dan wordt er eerst gevraagd, hoeveel exen heb je gehad? Of hoe lang heb je in een relatie gezeten? Of hoe was jouw ex? Nou, dan hoor je de hele reutemeteut over die exen. Een ex hier, een ex daar. Of... ja, ik had zo'n ex en dit en dat en al die ellende die je dan al vaak hoort. En weet je, het geeft je toch een naar gevoel. Of dan gaan ze ook nog in detail vertellen wat ze met die ex allemaal gedaan hebben of seksueel. Dan denk je, oké. En ik sta soms echt wel eens versteld dat je denkt, waarom heb je het daarover op je eerste date? Hoe leuk is dat eigenlijk om elkaar echt gewoon persoonlijk te leren kennen? Ik denk gewoon dat heel veel... mensen denken, als ze het over die ex hebben, dan kunnen ze die persoon een beetje inschatten. Hoe diegene met die ex was. Of ze misschien identificeren met een ex. Of weet je, ten eerste is het niet voor niks een ex. Ja? En als het echt de ware liefde is, ja, dan moeten ze maar eens een keer hun best ervoor doen om die ware liefde terug te krijgen. Dat zal niet voor niks zijn dan dat, dat het stuk is gelopen. En ik hoor dan ook wel eens mensen zeggen van, ja, maar ik heb zo'n leuke ex gehad. En ik hou eigenlijk nog steeds van mijn ex. En ik denk nog steeds veel aan mijn ex. En dan zit gewoon je nieuwe date tegenover je. En ik denk, ja, oké, weet je, waar gaat dit in vredesnaam over? Dat soort mensen kun je beter eigenlijk gewoon gelijk schrappen als dat het probleem is. Want dan ga je een luisterend oor worden en daar heb je echt geen zin in, weet je. Met geen sociaal werker. En ja, weet je, en je zit daar niet voor een luisterend oor. Je wil een leuke nieuwe persoon leren kennen of een leuke nieuwe relatie of een leuke nieuwe vriendschap. Maar je wil niet constant over iemands ex hebben en ook zelf niet praten over je ex. En als je slechte ervaringen hebt, weet je, ik raad jullie aan om niet de slechte ervaringen te delen met jullie nieuwe dates. Nooit doen. Ook niet voor een lange relatie. Zeg gewoon altijd, ik heb leuke ex gehad, ik heb leuke ervaringen gehad. Waarom? Omdat mensen je toch altijd proberen te pakken op je zwakke kanten. Ze pakken altijd dat waar jij denkt, die ex heeft me dit en dat aangedaan. Nou, je zult zien, als er een kink in de kabel komt, dan gaat die persoon je nog slechtere dingen aandoen als wat je ex je ooit heeft aangedaan. Dus... ik raad jullie aan dat niet te doen. Praat niet over je exen en zeg gewoon leuke ervaringen gehad, maar het zijn exen. Klaar. Meer hoef je het niet over te hebben. Dus heb het over de nieuwe toekomst. En dat is belangrijk. Ik wens jullie heel veel succes. En trouwens, als er vragen zijn, stel ze gerust, hè. En als er leuke ervaringen zijn, plaats ze onder een reactie. Dus doei!